Nou, even een filmpje over deze supermooie Mini Cooper S Countryman in de kleur Sage Green. Supermooie nieuwe kleur van Countryman en echt mijn persoonlijke favoriet. Hij is van 2021 en heeft maar 11.000 kilometer ongeveer op de teller. Dus echt nog zo goed als nieuw en vol met hele mooie zwarte details en bomvol luxe opties. Nou, ik laat ze jullie graag even zien in deze video, dus loop maar even met me mee. Nou, hier zie je al de mooie LED-lampen, LED-verlichting, met zwarte details hier om de lampen heen. Zwarte strijping, maar ook een zwart dak, zwarte dakrails, zwarte spiegelkappen en zwarte deurgrepen. Dus zwarte velgen, dit gedeelte is zwart hieronder. Dus dat maakt hem wat mij betreft wel helemaal compleet. En dat in combinatie met die mooie sage green kleur, wat heel mooi ook metallic is. Ik weet niet als je er kort voorbij komt. Hier zo zie je dat het een hele mooie metallic kleur is. Ja, dus in het echt nog mooier dan op de video. En het is dus een S, dus een sportuitvoering, dus ook nog eens lekker snel. En de Countryman die staat natuurlijk bekend om zijn ruimte, dus hij is ook nog eens ruim, hip en snel. Nou, helemaal compleet. Loop even met me mee, dan laat ik jullie ook de ruimte even zien. Ik ben zelf 1,70 meter en ik zal even achterin gaan zitten. Nou, zoals je kan zien heb ik nog genoeg ruimte om gewoon lekker achterin te zitten. En er is nog plek voor 3 personen achter mij. Hier zo is ook een oplaadstation, zeg maar, voor je telefoon op te laden. Dus achterin kan je ook gewoon je telefoon opladen. En ja, er is gewoon ruimte genoeg, dus hij is ook heel erg praktisch. Hier zo zie je de Union Jack achterlichten. Dus ja, het zijn ook speciale achterlampen, wat hem ook een hele mooie uitstraling geeft. En ook de Countryman letters hierachter zijn zwart. Hij heeft natuurlijk ook parkeersensoren aan de achterkant. En een elektrische achterklep, dus die kan je hier zo met een knopje ook weer sluiten. En er zit een dubbele bodem hier zo in, dus heb je een vlakke laadvloer. En hier heb je dan ook nog wat plek voor wat spulletjes. En zo kan je dan sluiten. Nou, dan gaan we even naar de binnenkant en dan vertel ik jullie ook even alles over de binnenkant. En? Nou, voordat we naar binnen gaan wil ik jullie eerst nog even de keyless entry laten zien. Want dat is dus dit knopje op de deurgreep. En dan kan je dus gewoon de sleutel in je zak laten. En dan kan je gewoon met het knopje de auto openen en weer sluiten. Super makkelijk, want je kan gewoon altijd je sleutel bijvoorbeeld in je tas laten. En hoef je nooit meer te zoeken naar je sleutel. Ik vind het zelf echt een hele handige optie. En hij heeft niet alleen achterparkeersensoren, maar ook voorparkeersensoren. En dat wil dus ook zeggen dat je automatisch kan inparkeren. Nou, daar hebben wij ook een filmpje van gemaakt op ons YouTube kanaal. Dus daar kan je precies in zien hoe dat precies werkt. Dan hoef je alleen maar zelf gas te geven en te remmen. En de Mini stuurt dan vanzelf in. Hele fijne optie. Nou, hij heeft mooie zwarte leren bekleding. En ook het interieur heeft een mooie lakafwerking. Hier zo ook nog afgewerkt met zo'n mooi randje. En ook in de deuren komt die lakafwerking weer terug. Met het lichtpakket. Dan kan je dus zelf een kleurtje geven wat je zelf mooi vindt. En het komt dus ook hier zo in die lettering weer terug. Dus je kan zelf gewoon kiezen wat je mooi vindt. Maar ook bijvoorbeeld als je de temperatuur instelt. Ik zal hem even starten. Dan reageert die lettering daar dus op. Dus ik kan, kijk, als ik nu bijvoorbeeld hier zo aan draai, dan reageert hij daarop. En als ik de temperatuur instel. Ja, ik vind het zelf gewoon een super leuke optie. En ook dus dit hele design en de boordcomputer vooral is dus vernieuwd. Dus het is echt het allernieuwste model. Clubman heeft natuurlijk ook van 2021. Maar dus die boordcomputer is helemaal digitaal. Ik vind het er echt super cool uitzien. En ook dit design is echt weer ja, net wat verfijnder en ja, super mooi. Hij heeft dus automatische airco, stoelverwarming, maar ook vooruitverwarming. En dat is weer een hele fijne optie in de winter, want dan, stoelverwarming trouwens ook in de winter natuurlijk. Maar de vooruitverwarming is heel fijn, want dan hoef je dus niet meer te krabben. Kan je gewoon even op een knopje drukken en dan kan je zo wegrijden. Dit is dus de optie of de knopje voor de voorparkeersensoren. Die zie je hier ook in beeld. Dus als je een plekje wil zoeken om te gaan inparkeren, kan je hem hier nog een keer extra activeren. Verder heeft hij de mini driving modus. Dat wil dus zeggen dat je een sportstand hebt en een green stand. Nou, in de sportstand, laat ik even zien.
in de sportstand, dan reageert hij net wat sneller op de pedalen, op het stuur. Je merkt ook echt als je die sportstand aanzet dat hij net even wat vlotter is. En als je nu graag extra zuinig wil rijden, dan kan je hem in de greenstand zetten. Nou, verder heeft hij een multifunctioneel stuur, een minior stuur, dat wil dus ook zeggen met de lakafwerking, met cruise control en een limietknop. En de limietknop wil dus zeggen dat je wel nog zelf gas moet geven, maar dan gaat hij bijvoorbeeld niet harder dan 50 km per uur. En bij de cruise control neemt hij het helemaal over. Nou, een limietknop is dus vooral handig als je het wel fijn vindt om zelf nog wat controle te hebben, maar niet van hoge boetes houdt. Verder heeft hij Bluetooth natuurlijk, dus hier zo kan je je telefoon opnemen, spraakbesturing. En hij heeft ook nog schakelflippers aan het stuur. Dus wil je nu wel zelf graag schakelen, want het is een automaat, dan kan dat ook gewoon via het stuur. Dus hier zo zie je die mooie versnellingspook, elektronische handrem. En hij heeft natuurlijk ook navigatie. En hij heeft dus ook Apple CarPlay. Wat dus echt super fijne optie is, want dan heb je dus gewoon alle apps van je telefoon heb je gewoon in de auto. Zoals Spotify, maar zelfs WhatsApp kan je ook spraakberichten sturen. Je muziek, altijd een up-to-date kaart, dus hier zo via Google Maps, super fijn. Maar ook bijvoorbeeld Flitsmeister of je agenda. Ja, echt gewoon super fijne opties heb je dan gewoon in de auto. Of fijne apps. Nou, en wat ook nog heel handig is, is dus in de armsteun heeft hij een wireless charging. Dus je kan hier gewoon je telefoon inleggen en dan wordt hij dus automatisch opgeladen. Dus heb je geen kabeltje voor nodig. Je hoeft alleen je telefoon in de armsteun te leggen en hij laat gewoon onder het rijden op. Nou, ideaal. Als je nu wel graag met een kabeltje wil opladen, heeft hij ook nog hier zo'n USB-ingang. Nou, heb je nu nog vragen over deze prachtige mini? Laat het ons even weten, stuur ons een appje of kom even langs, maak een afspraak. En of wil je graag een proefrit maken, dan horen we het heel graag.